Het was het extra weekend. Ja, ik zit wat door je heen, hè? Het is heel veel wat ik heb gezegd. Ja, Nou, jongens en meisjes, het is tijd voor het geheime woord. Een nieuwe ronde, een nieuwe kans met aan de telefoon... Rita! Hallo! Wat leuk, mijn moeder heet er zo. Ja, Rita. Hoi! Hallo Rita, hoe is het? Hoi, goed! Wat was je aan het doen? Ik was naar huis aan het draaien vanaf mijn werk. En is het een heel groot end? Of valt dat wel mee? Ah, dat is 50 kilometer. Dus 50 kilometer? Hoppa, Forensa Go-Go. Ja, zeker. Wat voor werk doe je dan? Ik werk in een meubelzaak. Ah! Ja, leuk hè? Maar als je dan zo meteen thuis komt, is dat nog wel leuk om op een bank te gaan zitten? Ja, dat zeg je, want je hobby thuis, dat werkt er geen meubel in huis, denk ik. Banken hangen is altijd goed. Oh, oké. Dus heb je een droombaan. Dus in plaats van in je winkel, ga je nu lekker in je woonkamer even... Ik kan het zeggen. Door met relaxen. Zo goed, is het. Bezig, heerlijk, Rita. Wat een fijne baan is dat. Ja, dat is absoluut. Maar, zeker. Het moment is nu daar. Je gaat misschien wel naar Serious Talent on Tour. Geweldig. Handsome Poets. Onder andere Chef Special is erbij. En de hype. Don't believe the hype, maar deze dan weer wel. En wie gaan wij bellen? Volgens mij ga je nu Annemarie bellen. Wie is Annemarie van jou? Wat is het voor Annemarie is een hele goede vriendin, al heel lang van geen meubelstuk, nee? Nee. Ze steeds al wel zo lang in mijn leven, maar... Nou, dat wel. Dat zou wel lachen zijn, want die Zweden natuurlijk, met hun meubelzaak, die hebben allemaal, de Björn en de Benny, zijn allemaal meubelstukken. Ja. Ja. Maar wij Nederlanders hebben niet zo'n traditie. De Michiel is geen boekenplak. Nee. En de Gerard is geen staande kapstok. Nee, dat zal wel lachen zijn. Een Gerard boekenkast. Gerard boekenkast. En er staat één boek in, maar dan 500 keer. Is dat een lullig kastje of niet? Lullig kastje. Je kunt hem ook boeken, kast. Nou, is meteen je meubelstuk, hoor. Ja. Helemaal direct je ik vond je klaar. Als al belezen type. Ja. Met een plank voor je hoofd, dat wel af en toe. Maar dat snap ik dan ook weer nu. Weet jij het geheime woord, is dat de vraag, Gita? Oh, ja, dat is een heel goede vraag. Het. Jullie hebben hem weer makkelijk gemaakt. Ja, het is niet zo'n heel... makkelijk in de mond te nemen woord. Ik zie in ieder geval dat Chibbe heeft hem in de infosheet al verkeerd gespeld, dus dat begint goed. Nee hoor, met dubbel S. Ik stel die 1 S. Dan ben je dyslectisch aan het lezen. Kom eens even hier kijken. Ja, er staat met 1 S. Ja. Kun je dat? Dus? Ik heb het net aangepast. Nee, het is kom op, we gaan. We zitten in de tijd. Extra weekend. Uw commercial kunnen staan. Sorry, my bad. Maar goed, Rita. Ja? Je spreekt uw boekenkast. Helemaal geweldig. Succes, hè? Niet zeggen dat we op de radio zijn en gewoon een zo normaal mogelijk gesprek, hè? Ja, gewoon een natuurlijk gesprek. Je kunt het! Hoop ik. Jawel, toch? Het zou wel handig zijn. Precies. Annemarie opnemen, ook handig. Nou, als het in de lijf van dit programma ligt, gebeurt dat niet. De spanning is om te snijden. Hallo. De lijn van dit programma wordt zelden opgenomen, dat is een beetje het probleem. Ja. Oh, dat helpt mee. Hebben we? Oh nee, toch. De voicemail van Annemarie. Wat jammer. Maar, Rita, gelukkig, onze topproducer Chibbe heeft al 14 telefoonnummers opgeschreven. Wie gaan we nu bellen? Anno. Anno 2011 is ook een tweede kandidaat. Juist. En die gaan we nu bellen. Rustig, Gerard. Sorry. Hij lag voor de handen. Ik blijf er even in hangen, ja. Maakt niet uit. Is Anno een goede vriend van je, Rita? Anno, mijn broertje. Je broertje? Oh! Dus die moet wel opnemen. Die moet opnemen. Lijkt me wel, ja. We weer niks, hè, dit. Annemarie Vlaanderen. Huh? Ben je zelf. Je zit dus nu hier verkeerde nummers te bellen, joh. Motherfucker, Chibbe Chips, maar. Chibbe belt gewoon nog een keer Annemarie. Hij belt gewoon nog een keer Annemarie. Maar Anno 10 voor 10 gaan we het nu wel proberen met Anno. We zijn maar de stellen ze niet. We kunnen uitlopen tot 12 uur. Oh ja, prima. Of werkt het niet zo? Anno 2011. Anno, neem op. Jongens. Zeg jij dan? Jij bent twee keer dezelfde kandidaat. Wat een slecht. Je had een woord uit mijn mond, hè, Danny? Je wordt doorgeschakeld. Echt, dit radioprogramma is toch gewoon het equivalent van een stuk brandhout. Kom op nou. Nou, kandidaat nummer 3. Ik ga neerzetten. Dan luistert dit is toch mijn Twittercursus. Kandidaat 3 is Edwin. Ja, dat is Edwin, ja. Nee, ik heb alle drie al gebeld. Ik ben nu kandidaat 4 inmiddels. Wie is 4 dan? Fabienne de Vries. Oké. Ja, Koen is met vakantie natuurlijk. Ja, nee, die is terug hoor. Hallo. Je spreekt met Rita Jochemsen en ik ben op zoek naar een woord. Kan jij mij daarmee helpen? Ik weet al dat ik Koen aan de telefoon heb. Oh, dat weet je al? Ja.
Ik ben op zoek naar een woord. En het is het bestaat uit twee delen. Oh, dit is een spelletje van de radio. Oh ja, ik ga me concentreren. Vertel. Ja, drinkt het nog wel eens als een bouillon, maar het is net even anders. Je lepelt het naar binnen. Een kuppensoep. Een drinkbouillon. Het laatste stukje wat je net had. Soep. Ja. En het tweede woord, dat tweede woord krijg je op school van een leraar. Jezus, ja, dan moet je even iets soeples. Dubbelen. Sorry? Het laatste stukje dubbel. Meer fout daarvan. Fabienne? Ja? Met Gerard en Michiel van 3FM. Ja, hallo. Sorry. Ja, jongens. Wat leuk dat we je altijd kunnen bellen als het geheime woord niemand weet te bereiken. Ja, toch? Ja, ja. Wil jij gewoon de nieuwe standaard invalkandidaat zijn? Ja hoor, dat is goed. Oh, wat prima, fijn. Geregeld. Hartstikke Want dankzij fijn. Jou gaat Rita naar 3FM Serious Talent on Tour. Dankjewel. Yeah. Sorry, het is een muziekje. Ja, klopt.